we kunnen het nog niet groter gaan. Eén onderdeel kost al 3.500 euro, daar moet je er dan 15 van. We staan nu in de supermarktbrouwerij. Oh, ja. Cheers! We willen echt keihard gaan knallen, maar we zijn gewoon afhankelijk van mensen. Het gaat wel soort spoeltafels, dus weet je wat er gaat? Nu wil ik wel een drankje. Hey, het is donderdag en het is 9 voor 11, dus ik moet echt gaan. Maar ik moest koffie, ik ben altijd te laat. Al doe ik zo mijn best om op tijd te zijn en dan ga ik iets anders doen. Dus van oké, dan kom ik wel op tijd, ben ik alsnog te laat. Ik ben 5 minuten te laat, denk ik. Ik ga op de fiets. Elise komt, lang geleden alweer, maar van het logo. Logo design en alles wat erbij komt kijken. We hebben een meeting met haar in het pand. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga nu weer afzenden en ik zie jullie zo. Ik was niet te laat, ik was de eerste. Zijn jullie trots? We zijn even bij de zoetelaar gaan zitten. Een kruisje zetten of moet je een zetten? Ja hoor. Een 1 of een kruisje. Ja, en als je er 2 wil, dan een 2. Oh echt? Stel, jullie mogen gewoon niet natuurlijk jullie kleur uitkiezen, maar dit is duur om te maken. Ja. Maar dan hebben jullie, stel jullie willen bijvoorbeeld een werkkleding, dan hebben jullie wel wat de kleuren erbij voor jullie andere kleuren passen. Dus dan kunnen we beter maar kiezen. En dat is dat jullie zeggen, nou we gebruiken het nooit, maar we weten wel de kleuren. Ja. Ga vooral lekker kijken. We willen een beetje meegaan door de QR-code te gebruiken. Ja. Maar wel voor het oudere publiek. Dat is gewoon, precies. Nee, sommige knappen daar echt op af, die vinden het onpersoonlijk. Precies dat. Weet je wat ik alleen echt jammer vind? We zijn dus voor deze kleur roze gegaan. Ja. Maar als ik dus me inbeelde qua stickers en kleuren, had ik echt zo graag een wat fellere roze gewild. Maar ja, dan, want dit is geen toffe kleur. Van wow, het is best een vieze kleur roze, wat heel mooi is voor een bal. Ja, het zijn meer oudroze. Ja. Maar ja, het kan ook zijn dat jullie een kleur kiezen die bijvoorbeeld er wel heel leuk bij matcht, die wel wat feller is. Juist. Die vind ik dus niet mooi. Maar dit is dus een drukkleur. Dit is een pantoonkleur, dus dit wordt echt per inkt gemaakt. Dus dit wordt echt per bestelling gemaakt. En dit zijn eigenlijk alle kleuren van de CMYK kleuren, dus wat een normale printer zou kunnen printen. Nou kijk, je hebt drukkleuren en je hebt dus digitale kleuren en je hebt Pantone. Pantone is, dan wordt dus bijvoorbeeld, stel bij een geboortekaartje, dan wordt de inkt echt gemaakt op de kleur die jij kiest. Dus dit is precies de inkt en dan wordt het precies deze kleur. Dus net als je een pot verf net koopt. Net wat ik net zeggen. Ja, dan krijg je precies die kleur voor op de muur. Ja, okay. Dit zijn drukkleuren en dit wordt dus gemengd door gewoon een printer eigenlijk. Ja. En dat wordt dus gebaseerd uit deze kleuren. Nu over de menukaart. Ja. De inkt wordt erin getrokken door het papier. Oh. En bijvoorbeeld bij... Dat is wel leuk, een beetje gemalleerd. Dit wordt er echt op, omdat dit dus glad is. Ja, precies. Oh. Ik vind dit minder mooi. Ja, ik hou sowieso niet dat andere is meer een luxe. Het enige is wel, als je dus gaat lamineren, bijvoorbeeld dus waterdicht kan maken. Ja. Nou ja, waterbestendig, het wordt nooit waterdicht. Maar stel, er gaat een kopje koffie om of dat niet gelijk heel je menukaart weg is. En je kan dan wel kiezen tussen mat of glanzend, maar het wordt eigenlijk altijd wel zo'n effect. Oh ja. Dus als je dat niet wil, dan kan je dus eigenlijk beter er map omheen doen of een... zo'n klembord dat je daarop maakt. In de middag als lunchtijd is, kan je gewoon frisdrank en de koffie-thee erbij doen. En in de avond kan je bijvoorbeeld de koffie en de thee eraf halen en dan doe je alleen de cocktail eraan. Ja, dat is wel, dat vind ik een hele goeie. Maar waarom zou je de koffie-thee eraf halen? Sommige mensen willen om 9 uur nog een bak koffie. Qua kaart eraf halen. Ja, dus dan heb je verschillende, kijk dat kan als je om 9 uur nog steeds een bak koffie wil, maar dan bestellen ze vaak gewoon een kopje koffie. Dan bestellen ze niet een luxe latte macchiato. Dus je zou een clipboard, gewoon een leuke plaatje, cocktailkaart, etenskaart, wijn, bier of alleen wijn? Ik zou dus 1 grote kaart doen en dan is dit de cocktail, maar dan zou ik dan bij jullie in ieder geval het eten doen. En dan zou ik dus bijvoorbeeld wel dit formaat en dan zou ik dus allemaal verschillende kleine doen en dan kan je dus die daaraan klikken. Want we hebben natuurlijk ook nog zwart en we hebben nog goud. Ja, in onze, en wit in de tafels, want het is marmer. We hebben het nu over onze stickers. Hoeveel kleuren we daarin willen. We gaan voor een sticker met ons logo zwart met binnenkant logo wit. En een roze met binnenkant logo wit. En we hebben het nu over maten koffiebekers, 2 maten. De sticker blijft hetzelfde. De beker moet niet te erg rondlopen, want dan krijg je een bobbel in de sticker. Hoe groot gaan we de sticker doen? Hij moet tegen hitte kunnen. Er moet, als er koffie opvalt, moet het eraf kunnen glijden. Allemaal dat soort dingen. En mat. En mat. Ja. Dus en mat. En hij wordt glad dat het eraf glijdt als kan. Ja. En ook de menukaart. Ja. Ik dacht als je het lamineert, dan wordt het dus glanzen. Maar je kan ook mat lamineren. En we hebben het over clipborden en 4 verschillende kaarten. Deze gaan we niet verwerken in onze stickers, maar wel in de menukaart. Ik vind dit een hele leuke kleur roze. Maar hij is wel heel vrouwelijk. En hij matcht echt niet hierbij. Hoe gaat hij bij jou?
Gaat top dit. Is er stress? Dit vind ik te licht. Als ik mijn, dat ik denk, ja, dan is het weer te groen, dan is het weer te blauw. Dit is die waar Elise voor was gegaan. Ze wilde het nog niet vertellen, maar ze heeft het toch gedaan. Ja, jullie zien het nu niet goed door het licht. Maar... Ja, alleen, dus hier zie je het verschil tussen schaduw en zon. Ja. Deze is mooi, hè? Ja. Deze konden we niet vinden met een soort patroon. Echt jammer. Ja. Maar we krijgen wel in de stoelen een patroon in deze stof in de rug. Oké. Dus gestikt. Ja. En dat komt bij die dus niet, maar die heeft al een effect. Ja, die heeft al ja. Had je ook de barkruk gezien met dat panter? Oh, dat weet ik. Want dat is ook wel iets voor jou om te weten. Daar zit dus geel in, hè? Als enige van de hele zaak. Ja, een beetje beige geel. Ja. We hebben het een beetje losgelaten dat hij helemaal matcht met deze. De stickers en zo kunnen best wel, of de menukaart kunnen best wel iets anders zijn dan dit. Want als je naar deze vier kleuren kijkt, dan matcht deze het minst. Maar toch gaan we dat voor die. Want die is iets brighter, zeg maar, en ook iets mooier bij deze. Ik vond die ook best wel tof, iets donkerder. Maar we gaan dan toch voor die. We moeten nu papier voor de kaart. Oh, is er ook een optie dat we niet gaan lamineren? Nou ja, kijk, dat glanzende papier, dan is het een optie. Maar jullie willen geen glans. Nee, dus wat heeft het dan voor zin als we die kiezen? Omdat jullie daar dus de inkt mooi op vinden. Oh ja. Dus stel jullie vinden dit mooi omdat het inkt bijvoorbeeld er meer in zit. Of bij die andere ligt het. Ja, ik vind dit wel mooi, die twee. Van jou. Dit vind ik, spreekt me niet zo aan. Het is best wel dik. En op het moment dat hier dus een klembord zit en je gaat dit doen, dan krijgt hij hier een fout. Dat weet ik zeker ja. Met deze. Ja, dus alleen dit... bijvoorbeeld dus voor het eten zou dit wel echt perfect zijn. Want je gaat ja. Aan ja, twee kanten eten. Ja, precies. Dit is wereldwinkel. Ja, nee. Waarom Moor Ice White? Dat klinkt heel mooi. Oh my god, wat is dit moeilijk. Ik vind een gekleurd achtergrond vinden we heel leuk. Nee? Vind je dat mooi? Wat is Paramour? Dit. Ja, deze. Ja, leuk. Ik ook. Oh my god. Oh my god. En hier zit... Jongens, ze zijn het een keer eens. De mensen zijn zo verbaasd. Leuk Paramour, want het is nog steeds mat. Ik vind dat ook leuk. Ja, dat doen we. Het enige is, ik zou het wel dus dan kijken naar geen laminator op voor de drankkaart. Alleen dan over het eten. Want anders gaat het effect van heel die glittertjes wordt dan mat. Zie je dan natuurlijk niet. Nou, je ziet het wel, maar dan heb je niet zo'n mooi glitter zomerglansje. Oké, hoe we het nu hebben, we gaan het dus al vertellen. Dat is wat ik eigenlijk nog niet wilde doen. Maar hoe we het nu voor ons zien, in het clipboard, dan gaan we voor heel leuk Paramour papier, die we niet gaan lamineren. Met dus wel het risico dat het vies wordt, maar dat risico nemen we, want het is gewoon tof. Een grotere menukaart met echt het eten, maar ook de snacks, dus alles wat eetbaar is. Dan kleiner, hetzelfde papier, een losse kaart met koffie, thee, fris. Dan hetzelfde formaat, hetzelfde papier, een wijn-bierkaart. Dan nog hetzelfde papier, hetzelfde formaat, een cocktailkaart. En dat zit dan alle vier op een clipboard gepind. En dan hebben we nog apart, voor meer een beetje de avonden en zo, die verband met vies worden, een gelamineerde kaart. En die is dan aan de voorkant de cocktails. En aan de achterkant een kleine bite. Zo van, we halen de kaart van tafel. Maar hier, deze kan je lekker op tafel laten liggen, die kan vies worden. Voor mensen die gewoon echt met een cocktailtje en een klein handje willen. Ja. Dus, ja, dus eigenlijk iedereen die komt zitten, ja, we moeten wel voor zorgen dat iemand komt zitten dat altijd clipboard op tafel is, zodat je wel weet van dit is er allemaal. Al kom je om 8 uur, mag je bij ons nog steeds een plank bestellen. Niet dat dan alleen die kocht elkaar met maar dan ga je toch ook nog naar de tafel van zeggen van, ja, willen jullie hier wat eten of komen jullie alleen wat drinken? Ja, 8 uur. Ja. Oké, jongens, ik hoop dat jullie het super leuk vonden dat we nu wat meer hebben gedeeld. Laat het even weten door middel van een reactie, duimpje, mag allemaal. Dat was heel leuk. Wij gaan nu even lekker lunchen. We hebben lunch gehad bij Zaituna. Een soort van de buren. We gaan nu knallen. Met onze laptops gaan we allebei een apparaat voor in de keuken opzoeken. Tot we er eentje vinden die geschikt is. Niet meteen bestellen, denk ik. Misschien wel, weet ik niet. Maar dan alles opschrijven, alle maten. Ligt aan de levertijd. Dus het wordt nu even knallen. Ik zal je niet overal mee last vallen, maar wat wij moeten doen is echt wel niet normaal hoor. Het is echt niet leuk meer. Ik kan het niet eens uitleggen eigenlijk. Ja, apparatuur vinden we sowieso een ramp. We zijn alweer uren bezig. We moeten van alles rekening mee houden. Er moet 10 centimeter ruimte achter zijn, want daar moet de afvoer langs. De elektriciteit zit nu hier, maar de afvoer moet blijkbaar hier. Dus de elektriciteit moet misschien omhoog of omlaag. Toen dachten we, hey, als ze de vetput en de afvoer zo gaan plaatsen, moet de vloer er al in liggen. Maar als de vloer er al in ligt, kan de elektricien niet meer in de grond. Nou ja, het is echt niet normaal. En dan nemen mensen ook nog eens niet op. En eigenlijk, we hebben zeg maar geen aannemer. Dus we moeten zelf alles regelen. Zelf alles weten en berekenen. En dan zelf de communicatie doorspelen van de loodgieter naar de aannemer. Naar de stucadoor, naar de vloer, naar de elektricien. Het is echt heel pittig.
Oké, nu gaan we de aannemer bellen die ons pand heeft gebouwd, onder andere. Om een bepaalde vraag te stellen. We zijn echt met 1000 mensen. Oké, niet 1000, maar 10 tallen. Ja, zo voelt het wel. Ja, maar 1000 mensen. Hij is nu een foto aan het zoeken van onze kruipruimte en de afvoer. En waar loopt hij naartoe? En dan zit er eentje nog. Jij hebt er twee van het toilet natuurlijk. Dus ja, dan moet ik kan het nu niet eigenlijk zo zien op de foto. Dan moet ik eigenlijk wel iets verder terugzoeken. Red jij het om daar vandaag nog naar te kijken toevallig of niet? Ik wil even de foto's even naar kijken of ik wat kan vinden. Oh ja. Het zou al achter alle apparatuur langs kunnen, maar het liefst gingen ze door de kruipruimte heen volgens mij. Dan loopt hij de bel toevallig niet. Dus ik ga even op. Yes, thanks. Doei. Ik kan even denken van, willen jullie dit wel weten, maar ja, want het hoort niet bij, oh leuk, een horecazaak, maar wel bij, oh jammer, dit hoort ook bij een horecazaak, weet je wel, dus dat is ook wel de realiteit. Het is echt moeilijk, we zijn op dit moment elk aannemerberoep tegelijkertijd in ons hoofd. Ik deel echt 10% van waar we mee bezig zijn, het is bizar. Hallo. Naast de weenkast komt daar een pijpje naar buiten. Ja. Het is niet zo dat die lager kan, dat pijpje. Oké, dus het pijpje kan niet lager en er kan ook niet onder de kruipruimte dus? Nee. De rest kan alles erop aansloten. Oké, top. Dankjewel voor het snelle handelen. Thanks, doei. Ik heb even mijn badjas aangetrokken hoor, jongens. Ik ben er even klaar mee vandaag. Ja, de kruipruimte is geen kruipruimte, dus daardoorheen kan het ook niet. Dus de enige optie is recht op dat pijpje. Ja, nee. Nou, probeer het even te regelen, hoor ik het wel, ja? Ja, vraag het even aan de loodgieter. Al die vragen die je net aan mij stelde. Chill. Hey, ik heb net gesproken, maar hij zei dat ik mijn vragen even opnieuw moest stellen aan jou. Ja. Ik heb de loodgieter gesproken die bij ons, zeg maar, dat dus de aansluiting heeft gedaan. Hey jongens, ik ga even mascara doen. We zijn een afspraak met de man die ons, voor ons dus een opslag wil gaan bouwen. Is nog niet gebeurd. Hij zou het dus fijn vinden als we dan ook bij zijn drankengroothandel drank afnemen. Maar het was geen eis. Maar natuurlijk, ja, hij heeft er zeg maar niks aan om voor ons een opslag te bouwen. Met vrij lage huur als we niet drank bij hem afnemen. Nu zijn we heel erg bang dat we de opslag niet meer krijgen. Hij zei dat hij vandaag kan afspreken, dus we gaan er nu naartoe. En ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Even snel gezegd, als we bijvoorbeeld met een leverancier als Bitfood willen werken, dan zitten we vast aan een minimaal bestelbedrag van €500, volgens mij. Daar moeten we dan eens aankomen zonder de drank, want dan zouden dus de alcohol, zwak alcoholisch, sterk, gedestilleerd, fris, alles, bij Bonenkamp afnemen, waardoor we moeilijker aan dat bedrag komen. Ik praat zo ver, anders kom ik te laat. Hi. Wil jij ook in de vlog? Wat zeg je? Wil jij ook in de vlog? Wat? Moet ik in de vlog? Ja, je zit in de vlog. Willem. Dit is Merel dus. Moet ik dit ook? En dit is hun schoonvader en dat is ook onze boekhouder. En jouw boekhouder. Moet ik dit meenemen? Nou ja, oké, als jullie het willen. We mogen het bij Merel zetten. Bedankt voor deze spullen. Alles? Oh, wow, wow, wow. Ja. Ik tel hem. Ik zie hier denk ik in één keer van... Wow. Nee. Dit wordt ook nu echt gefilmd. Oh my god, dat is zo grappig. Ja, maar jij bent echt mega populair, zag ik op YouTube. Het gaat super slecht nu. Zo. Ja? Ja. Ja, voor mijn eerst had ik echt... Dus... ik dacht, ik kan wel even in mijn eentje het pand leegmaken. En toen kwam ik hier. Toen was het echt niet... Het was superveel. En gelukkig was Merel er nog. En dus haar schoonvader, die onze boekhouder is. En hebben ze eventjes geholpen. Want en het is echt... In sommige dingen waren je eentje bijna niet te tillen. En het paste niet in de gang. Want het idee was om alles in de gang te gaan zetten. Dus Merel's nieuwe zaak staat nu helemaal vol met onze spullen. En vrijdag ga ik het dan weer allemaal terugtillen. Morgen wordt dan de vloer geëgaliseerd en vrijdag wordt hij gelegd. Dus superleuk. Ik dacht, ik doe dit allemaal even in een kwartiertje, maar... Oké, ik ben klaar. En hier staan nu al onze spullen, dus thanks Merel. Even het klussen afsluiten bij de pizzeria. Wow, lekker. Yummy. Goedemorgen jongens, vandaag wordt de vloer geëgaliseerd. Nicola is onderweg van RH Parket. Ik ga even hier de deur openzetten, maar we moesten het ook alweer. Want het moet dus gaan drogen, die stuk. En de egalisatielaag moet ook gaan drogen. Hij was ietsjes later, want zijn bus deed niet. Vet zielig. Ik ga zo nog even vertellen hoe het gesprek over de opslag gisteren ging. Oké, terwijl ik even wacht op de mannen, vertel ik even over gisteren. We zouden dus een opslag krijgen hier
paar meter vandaan. Nou, wat is het? 100 meter? Nee, niet eens. Een minuutje lopen nog niet eens. Voor ongeveer 150 euro per maand. En dan zou hij de helft van zijn grote open garage, zeg maar, voor ons helemaal laten dichtmaken. Hij vertelde gisteren dat kost 3400 euro. Dus dat is wel een investering voor hem. En eigenlijk wil ik dat alleen doen als we echt bij zijn drankengroothandel dingen gaan afnemen. Wij komen dus niet makkelijk aan een minimaal orderbedrag bij voedselgroothandels. We weten het, zeg maar, nog niet. Hoe we het nu zien is van, oké, dan moeten we dus daar alleen eten bestellen en het drinken moet bij Bonenkamp. Waardoor het voor ons best wel lastig wordt om vaker in de week geleverd te krijgen. We hebben al niet zoveel ruimte hier. We hebben een opslag, maar daar moeten we continu heen lopen. Dus het zou ideaal zijn als we, zeg maar, 3 keer per week een levering kunnen krijgen met verse producten. In plaats van dat we daar niet aan komen, omdat we niet aan het bedrag komen, snap je? Dus door de drank ook bij Bitfood te doen, komen we makkelijker aan zo'n bedrag. En is de kans groter dat we vaker in de week kunnen leveren. Dus daar zitten we heel erg mee. En sowieso hebben we nog geen idee van aan wat voor bedrag we gaan komen. Hij snapte dat heel goed, maar hij zei dan van oké, dan ga ik voor nu het niet helemaal officieel dicht laten maken. Maar dan ga ik met bouwhekken doen en dan moeten jullie daar zeilen overheen hangen. En dan komt er wel een slot op, zeg maar. Het is sowieso een afgesloten terrein. Maar dan is het niet echt dicht als een schuur, maar dan is het eigenlijk een open ruimte met hekken. Moeten we wel, nu is het mooi weer, maar voor later met vocht of zo. Moeten we eventjes kijken, maar in principe komt er geen zon op. Dus je kan er gewoon bier neerzetten en zo. We weten nog niet wat het dan gaat kosten. Maar dat krijgen we dan als we wel de wijn bij Bonenkamp, zeg maar, afnemen. En dat vinden we helemaal goed, want we hebben nog helemaal niks rondom de wijn. En ze hebben daar ook sommeliers en die kunnen ons helpen. Dus dat is het voor nu. En dan kijken we naar een paar maanden van oké, het loopt goed. We kunnen ook de drank bij jullie afnemen. Want het is natuurlijk leuk om gewoon iemand te steunen die hier zijn hele leven woont. Echt bij de Dorpsstraat gewoon iemand is. En waarom zou je dan bij een vreemde afnemen als je ook iemand kan helpen? Dus dat moeten we dan eventjes bekijken. Maar ook zitten we dan vast aan dingen. Want je wil ook je vrijheid houden. Weet je, er is ook een wijn bij de Hamels die ik super lekker vind. Die moet ook op de kaart, heb ik ook gezegd. En er zijn bepaalde Monin-siroopjes die de macro alleen maar heeft. En die willen we ook gewoon kunnen kopen. Dus ja, dat is nu de status. We hebben in ieder geval dus wel die opslagruimte. Dus dat is wel heel erg fijn. Dan kijken we gewoon een beetje hoe wat. Nu komen de mannen van RH Parket. Vorige week gebeld of ze eerder konden. Vet chill dat het kon. Ze gaan de vloer egaliseren. Dat duurt 2 uurtjes. Gisteren heb ik dus alles best wel goed stofgezogen. Maar ik zie nog wel wat. Maar hij zou ook nog even stofzuigen. En dan is het helemaal geëgaliseerd. Dus alles is gebeurd wat er moest gebeuren. Alleen zit er hier een gaatje in de vloer. Hier moet nog even iets in. Een buis of zo. En morgen wordt dan de vloer gelegd. Dus dan ziet het er hier ineens zo anders uit. Zo leuk. Dit is al gestuukt. Het is nog een beetje nat. Alle deuren staan nu open. Heerlijk. Even wachten op de mannen. Nog eventjes gebezemd. En de laatste hoekjes aan het zuigen. Hij is er nog niet. Maar dan hoeft hij in ieder geval niet meer stofzuigen. Dan is het gewoon perfect. Nicolai is er. Ben benieuwd waar morgen naar de vloer. Heeft die Egaline ook kleur? Ja toch? Ja, het is cementgebonden, dus het is gewoon een cementkleurtje. Straks hebben we gewoon 1 egale kleur al. Nou, ik ben benieuwd. Het moet om 10 minuten drogen. En dan gaat hij de egaline erover. Nou, ik zit lekker het zonnetje te chillen. Hoe gaat hij? Ja, goed. Ben je al wat toe aan de volgende stap? Oh, je gaat nu mengen. Ik ga nou het water allemaal klaarzetten. Dan kan ik zo meteen aan 1 stuk doormixen. Nice. Oh ja, hij kan natuurlijk niet over die... Die dinges, ja. De, hoe heet het? Kruipruimte. Nee, dat kan ik niet overnemen. Oh ja. Anders kan ik het wel nog zeggen. Ja? Jawel. Dat hij nog open kan. Ja. Nice. Okay. En nu gaan we even brood testen. Die dieren gaan we. En de lieve buren van de Griek hebben ons dit gratis gegeven. We hebben tzatziki, knoflooksaus. Weet ik niet. Nou, daar kan ik veel, hè? Daar is hij. Poseidon, super lekker. Ze zitten tegenover ons. Ze zoeken nog personeel. Ja, ze zoeken nog personeel. Goedemorgen. Vandaag ben ik heel erg moe. Ik denk van deze week, die was best wel druk. Loodgieters zijn er vandaag. En we wilden dus eigenlijk dat ze alles in de keuken gingen aansluiten. Dus daarom gingen we er als gek de keuken bestellen. Maar omdat ze heel onduidelijk waren over hoe breed de vetput uiteindelijk zou zijn, zeg maar, als hij staat, hoeveel ruimte het inneemt, durfden we niks te bestellen. Achteraf denk ik nu, we hadden de voorkant van de keuken wel kunnen bestellen, want daar heeft de vetput niks mee te maken. Maar ja, we hebben besloten om die keuken dus vandaag na de vetput te gaan bestellen. Maar Mel heeft net al van, ja, de loodgieters kunnen nu de voorkant niet aanleggen, want in de achterwand kunnen ze de afvoer boren, maar aan de voorkant zit niks. Verder gaan we het pand van Merel weer leeghalen. Merel gaat echt al bijna open. In mijn auto zetten. Mel is nu al wat in haar auto aan het zetten volgens mij. De vloer ging niet door, want de verkeerde kleur was geleverd. Dus hij moet later terugkomen. Super jammer.
balen we echt van. Hij ook natuurlijk. Terwijl we eigenlijk de vloer dus echt voor de loodgieters wilden hebben. Maar ja, omdat de hele keuken nu er toch niet wordt neergezet, valt het nogal mee. Daardoor kan de vetput gewoon op de egaline worden gezet. En kan de vloer eventueel om die vetput heen worden gebouwd straks. Dan moeten we voor Arie, die maandag komt, wel de egaline laag helemaal afdekken met stuklopers. Dat gaan we doen. En we moeten nog een stukplaats zetten tegen dat ene laatste inhamwandje. Of inham juist uitsteekwandje. Want Arie zei dat er toch te veel hout uitstak en daardoor met gaas het kon gaan scheuren. Dus daarvoor neem ik nu mijn vriend even mee. Oké, ik ga lekker niks vertellen over wat er allemaal is gebeurd. Want dat is hartstikke saai en daar worden jullie denk ik helemaal zo gereinig van. Dus nee, dat is helemaal niet interessant. In ieder geval, de hele plattegrond van de keuken achter kan weer helemaal opnieuw. Wat we dus wel hadden verwacht, dus blij dat we het niet besteld hebben, want de vetput neemt vet veel ruimte in. Laten we zeggen 20 centimeter meer dan we hadden verwacht. En we waren eruit van uitgegaan dat het misschien 10 centimeter meer was. En dan hadden we een andere optie gehad voor koelingen hier, maar dat kan niet meer. Dus nu willen we alles omgooien en kunnen we niet de keuken bestellen en bla bla bla. Dat is het. Maar een deel van de afvoer is gedaan en ze komen later terug als de keuken er is, maar dan moet de vloer er eerst in liggen. Dus zover. Echt met tranen in te houden. Het is zo moeilijk allemaal, het is zoveel werk. Al het werk dat je erin stopt is voor niks. Ik word er helemaal gek van, jongens. Ik ben er gewoon zo klaar mee met dit. Even bij de buren de concurrentie uittesten, zoals mij dat noemt. Ja, is toch? Hallo, het is woensdag. Het is 7:15 en ik zit al 3 dagen volop te leren voor mijn SVH, dus die heb ik morgen. Ik heb nog niks gevlogd, want ik ben alleen maar gewoon aan het leren. Maar ik vond het wel leuk om iets met jullie mee te delen. Wat betreft SVH. Dus ik heb op Instagram van alles gedeeld. Maar ik zal deze laatste avond dat ik kan leren, af en toe eventjes een paar dingen met jullie delen. En dat is denk ik ook wel interessant. Je moet deze toets dus halen als je horecazaak start, als je het alcohol wil gaan verkopen. En er zijn heel veel dingen die logisch zijn, maar die ik niet echt wist. Dus alles is wel heel logisch, dus niet super moeilijk, maar wel veel info. Het gaat ook bijvoorbeeld over drugs en tabak en alcohol en over brandveiligheid en klantgerichtheid. Er zijn een aantal dingen die je moet onthouden, maar vergeleken met wat ik voor de Pabo heb moeten doen, is het wel een stuk makkelijker en leuker, vind ik. Het is gewoon heel duidelijk. Maar ik ga nu het laatste hoofdstuk samenvatten. Je ziet ook allemaal dingen zoals, ik maak soms foto's van dingen die ik moet onthouden voor de zaak. Dat we bijvoorbeeld een klachtenprocedure moeten hebben en een BHV'er en nog allerlei andere dingen. Ik ga even door en als ik alles heb samengevat, zal ik jullie even wat dingetjes vertellen. Er zijn dus ook een paar filmpjes bij. Ja, niet zo heel veel, maar nu in deze hoofdstukken wel. En dat is zo leuk. Agressief gedrag vertonen, zowel tegen andere gasten als tegen medewerkers. We tonen nu agressie in de vorm van treiteren en de aanpak die daarbij hoort. Ik weet niet waarom mijn scherm zo donker is, maar het is 11:05. Ik heb alles samengevat. Bijna alle oefentoetsen helemaal gemaakt. Sommige op papier, sommige eventjes nu nog snel gewoon zonder het op papier te schrijven. En dan in mijn hoofd checken of het goed is. Ik merk dat ik het A en B gedrag nog wel lastig vind. Soms ben ik nog een beetje in de war. En de volgordes van hoe je moet reageren van hoofdstuk 5. Dat is wel echt moeilijk, want dat wordt in elke oefentoets gevraagd. Dus wat is stap 1, wat is stap 2, wat is stap 3? En dan heb je dus 5 soorten schema's. Die zijn allemaal net iets anders. En dan ook binnen 1 stap heb je ook weer een volgorde met wat je moet doen. En dan zeggen ze, ja, je hebt nu deze stap gedaan, wat moet je nu doen? Dat is best wel, dat is eigenlijk heel logisch. Want net zeggen ze, wat doe je nadat je de gast ruimte hebt gegeven voor een eigen reactie? En dan is het logisch dat je begrip telt. Maar ik dacht, dan heb je zoveel informatie geleerd dat je denkt van ja, argument geven waarom het niet mag. Nee, iemand geeft een reactie, dus dan ga je eerst begrip tonen. Dat is best wel logisch, maar nou ja, ik moet nu echt gaan slapen. Morgen heb ik 11:15 mijn toets, dus ik heb niet heel lang weer morgen te leren. Dus daarom wilde ik nu ook echt al die oefentoetsen doen, want in je slaap verwerk je alles weer. En ik heb niet heel veel kunnen herhalen van wat ik gisteren heb gedaan. Wel een beetje, maar op 1 toets had ik met 10 en bij de andere had ik ineens weer 6 fout. Maar dan haal je hem ook, maar ik wil gewoon alles goed hebben in feite. Dus het komt wel goed. Maar ik vind het wel spannend. Ik heb er ook wel zin in, maar het is, ik wil niet zeggen dat het heel moeilijk is, maar je moet het wel echt goed leren. We hebben nog eventjes. Ik ga gewoon weer alle examentrainingen maken. Want volgens mij is dat gewoon top. Als je al deze vragen kan dromen, dan hoop ik tenminste. Wat voor soort gedrag voor te gasten en omstandsvoorbeeld?
Een bedieningsmedewerker zegt tegen een gast dat flesjes drank niet meer naar buiten genomen worden. De gast antwoordt daarop, oh, sorry, wist ik niet. Excuses maken is A1 gedrag. De gast komt het restaurant met een hond binnen. De medewerker van het restaurant spreekt de gast aan en maakt de gast duidelijk dat honden volgens de huisregel niet welkom zijn. De gast antwoordt daarop, wat voor huisregel is dit nu weer? B1, klagen over de regels. Wat is de volgende stap als je tegenwerkend gedrag van een gast wil ombuigen nadat je de gast ruimte hebt gegeven voor een reactie? Oké. Je wil zijn gedrag ombuigen nadat je ruimte hebt gegeven voor een reactie. Oh, dat zei ik gisteren, begrip tonen. Wat voor soort gedrag? Een gast wordt door een bedieningsmedewerker aangesproken op zijn gedrag. De gast antwoordt daarop, zit niet te zeuren, je kan de pot op met je reglementen. Dat gaat al richting agressief, dus dat is C-gedrag. Hoe moet een bedieningsmedewerker in eerste instantie reageren op het C-gedrag? Je niet laten provoceren. Een bedieningsmedewerker staat in het zicht van een gast en wil de gast aanspreken op zijn gedrag. De gast ziet de bedieningsmedewerker niet. Wat kan de bedieningsmedewerker het beste doen om de aandacht van de gast te krijgen? Met de stem de aandacht van de gast trekken. De bedieningsmedewerker in onderstaand voorbeeld vergeet een stap als hij tegenwerkende reactie van een gast probeert om te buigen. Welke stap is dat? Ik begrijp dat u graag een sigaretje wil oproken als het buiten regent. Het is verboden om binnen te roken omdat gasten en medewerkers daar last van hebben. En vergeet nogmaals om medewerking te krijgen. Wat is de tweede stap van het gespreksmodel? Openlijke regelovertreding. Ruimte geven voor een reactie. Een stukje plastic in je eten is een gegronde kracht. Alcoholhoudende drank, sterke drank bevat minimaal 15% alcohol. Voor het grootste deel wordt alcohol afgebroken door de lever. Carmen drinkt 1 alcoholische drank tijdens het uitgaan. Ja, dat is verantwoord, Carmen. In een slijterij mag alcoholische drank worden verkocht die ergens anders of ter plaatse gedronken wordt. Nee, alleen die ergens anders gedronken wordt. Hapjes en nootjes serveren zorgt voor verantwoord alcoholgebruik. Van welk onderdeel van de hennepplant wordt wiet gemaakt? Van de bloemtoppen. Welke drugs heeft de gast vermoedelijk gebruikt? Hij is snel geïrriteerd en agressief. Ecstasy. Nee, cocaïne. Welk van de onderstaande middelen heeft een verdovende werking? Niet wiet, niet alcohol. Welk van de onderstaande drugs kan effect hebben doordat de gebruiker seksueel opgewonden raakt? GHB. Welk effect kan optreden in het lichaam van iemand die tabak rookt? Een versnelde hartslag. Wie zit toe op de naleving van de tabaks- en rookwarenwet? De Nederlandse voedselwarenautoriteit. Mag de maximale inzet zijn bij een kansspelautomaat en horecabedrijf 20 cent? De aanwezigheid van camera's moet gemeld worden aan de gasten. CACB, CACB. Oh my god, ik heb een 10 voor toets 1. 10. Heeft het zin wat ik nu aan het doen? Maar ja, toch? Ik ga altijd twijfelen als het nog goed gaat, denk ik. Heeft het dan wel zin? Maar volgens mij wel. Oké, ik ga door naar toets 2. Oké, ik ga geen make-up op doen, dat vind ik zonde van mijn tijd. Ik heb echt tot nu lopen leren. Ik ging ook nog andere toetsen maken die zeg maar door mensen gewoon gemaakt zijn. Maar die hebben me echt in de war gemaakt. Want er stond bijvoorbeeld een afroomkluis en een gecombineerde kluis. En ik heb geleerd dat een gecombineerde kluis heeft een vertragingsmechanisme en een tijdslot. En toen zei de toetsen dat het fout was. En toen keek ik in mijn boek en het was helemaal niet fout. En daarvoor raak je echt in de war. Net als wanneer je... Hoe vaak je moet vorderen of een sanctie moet opleggen of waarschuwen voordat je de politie mag bellen. En nu ben ik in de war. Maar goed, dan denk ik ook, ja, dan heb je 3 vragen fout. Heb je me alsnog gehaald. Geen stress. Het is bijna 10:50. En ik moet 10:45 mijn toets maken om 11:00 zijn. Dus 10 minuten rijden, dus ik moet nu echt gaan. Ik heb gewoon serieus lekker mijn UX aan en zo, dat ik me gewoon lekker comfy voel. Ik had echt geen honger voor dit soort dingen. Ik vind dat best wel spannend. Ik wil het zo graag halen. Ik heb er ook wel zin in, ik ben heel benieuwd. Weet je, ik ben gewend van de PABO dat ik dan daar kwam en de vragen waren compleet anders dan ik had verwacht. En ik heb het idee dat het hier niet zo gaat zijn, maar we gaan het zien. Daar is het hoor. Wat is het? Is het gewoon in een huis van iemand of zo? Huh? Is er ook letterlijk geen parkeerplek? Hopelijk gaat hij weg of zo. Ik ga maar hier staan of zo. Ik weet het niet hoor. Oh my god, ik heb het gehaald. Ik was zo zenuwachtig om het op inleveren te klikken. Niet normaal. 4 foutjes. Ik heb een 8. Het viel echt mee met de zenuwen van tevoren, maar op het einde toen ik moest klikken op inleveren was ik echt zenuwachtig. Want de eerste vraag van de toets wist ik dus niet. Maar dat is echt zo dat je gewoon helemaal onzeker wordt ineens. Echt de makkelijkste vraag ooit. Van wat voor soort bedrijf is een café? Is het lodges verstrekken zoals een hotel? Is het drank verstrekken zoals een kroeg of zo? Een club? Is het voedsel verstrekken zoals een restaurant? Maar ineens dacht ik, café. Dat is waar je naartoe gaat om drankjes te drinken. Maar Ome Co, waar ik altijd ging eten, noemde zichzelf ook een café.
Dus wat is het nou? En nu, serieus, op dit moment zelf weet ik het nog niet eens. Ik ben gewoon even helemaal zo gebrainwashed, weet je wel. En toen aan het einde ging tellen over hoeveel vragen ik twijfelde. Nou, dat waren er echt iets van 10 of 12 of zo. Met 12 fout haal je het nog. Het is best wel een makkelijke norm. Maar ik dacht, ja, dat wil ik echt niet, dat risico lopen. En het ging ineens over veel meer twijfelen. En mezelf gek maken. Want waar staat het nou? Het staat ergens hier aan het begin. Over heel veel dingen werd niks gevraagd. Best weinig over A, B, C, D gedrag. Nou, oké, wel 4 vragen of zo. Maar dat vond ik best weinig in het toetsen. Oefentoetsen waren het er veel meer. En over sommige dingen die ik echt vet goed had geleerd. De laatste hoofdstukken ken ik heel goed. Over drank, drugs, alcohol, roken. Daar werd echt zo erg bijna niks over gevraagd. Dat vond ik wel jammer. Omdat ik dat gewoon vet goed kende. Ik weet niet eens meer welke vragen erin voorkwamen. Ik ben dus niet gewend om zo goed te leren voor een toets. En door zo goed te leren ga je heel erg twijfelen aan jezelf. Aan je eigen kennis. Weet je wel, ik heb het niet in een boek gelezen. Maar drankverstrekkend is een café. Dus dat heb ik gelukkig uiteindelijk goed. Maar eerst dacht ik, café. Oh nee, want dan kan je ook eten. Nee, maar het hoofddoel is drank. En daar gaat het om. Dus die heb ik gelukkig ook goed. Verder had ik dus 4 foutjes. En ik weet niet welke. Ik ben wel benieuwd welke. Je hebt nog niet je officiële uitslag. Maar die vrouw zei, ja, dit klopt gewoon wat hier staat. Een 8, 4 fouten. Je mag er volgens mij 11 of 12. En best wel veel over de bedrijfsformule en de gastvrijheidsformule. Dan was ik ook nog eventjes in de war. Dan moest je zeggen van, komt dat door het deurbeleid? Of komt... Nou ja, best wel een aantal vragen waren wel pittig. Van, ik weet het dus niet meer. Nou, heel veel waarbij je de dingen moest combineren. Dus je gastvrijheidsformule, je bedrijfsformule, maar ook je handhavingsbeleid. En dan dat je echt wel ging twijfelen van welke antwoorden zijn het. In ieder geval, wat moet je leren voor je SVH? Het zijn dus 10 hoofdstukken. Ik denk dat iedereen zo'n toets wel zou moeten kunnen halen, want het is letterlijk leren. Je moet basis over sociale hygiëne, maar het is ook normen en waarden en dat soort dingen. En dan hoe je met gasten omgaat, super interessant. Hoe je regels handhaaft. Bij regels handhaven hoe je dan omgaat met risicogedrag. En dat is dus heel interessant. Dan heb je dus tegenwerkend gedrag, agressief gedrag en gewelddadig gedrag. Crimineel gedrag ook nog. Oh ja, dat was ik ook over aan het twijfelen. Van als iemand zegt, ik ga even straks je bek verbouwen. Toen dacht ik ineens, oh, is dat nou C of D gedrag? Want D-gedrag is echt fysiek aantoonbaar geweld. Maar ik herinner me dat ik ook iets heb gelezen dat dreigen ook een misdrijf is. Maar ik weet dus niet of dat dan... Volgens mij hoort dat bij C-gedrag, omdat je gewoon aan het dreigen bent en nog niet echt iets doet. Al is het wel een misdrijf. Maar dat weet ik dus ook niet meer. Daar was ik ook over in de war. Maar ik vind het wel echt heel interessant. Hier, een fysieke bedreiging of een verbale bedreiging. Bedreigen is nog C. Oh, dat is D-gedrag. Dus die had ik dan denk ik fout. Is handeling. Als je iemand met opzet pijn doet of letsel toebrengt. Dat is D-gedrag. Gewelddadig gedrag kan ook geuit worden in bedreigingen. Ik weet niet meer waar ik uiteindelijk voor had gekozen. In mijn hoofd dacht ik, hey, bedreigingen was het toch ook? Maar ik wist het niet meer zeker. Bedreigkundig, ik weet waar je woont, ik snij je in repen. Oké, dat is dus wel D-gedrag. Volgens mij heb ik voor C gekozen. Gespreksmodellen, 5 gespreksmodellen die je kan toepassen. Bijvoorbeeld als je nee moet verkopen. Of als je echt ziet dat iemand iets fout heeft gedaan. Of als je vermoeden hebt dat iemand iets fout heeft gedaan. Dan zijn er weer maar 4 stappen en zo die je moet doen. Want, nou ja, het is veel te veel om uit te leggen. En dan nog over alcohol, drugs, tabak, gokken en veiligheidsvoorzieningen. Heel weinig vragen over veiligheidsvoorzieningen. Ook heel weinig over gokken. We hebben trouwens een koelkast gekregen van een neef van mijn vriend. Van heel om in ons opslag te zetten. Super chill. Ik ben wel moe hoor van deze dagen leren. Het voelt echt alsof ik heel lang in een soort van grot heb geweest. Maar nu heb ik gesprek met Elise. Van logo design en menukaart en gewoon alles rondom design. En dan gaan we even met z'n tweeën een online meeting doen. Ja, en ik heb voor deze laatste periode de taak een beetje verdeeld. Zodat we wat sneller kunnen werken. Dus ik ga nu alleen met Elise die meeting doen. Zodat Mel weer door kan met haar taken. Dus dat is super fijn. Op die manier gaan we veel sneller kunnen doorpakken. Dus ik ben benieuwd wat Elise en ik allemaal gaan doen vandaag. Ik hoop dat we echt dingen kunnen afstrepen. En echt, dat wordt nu een beetje het ding. Niet meer, het is niet dat we aanklooien, zeker niet. Maar niet meer alles een beetje doen. Maar we willen gewoon echt taken gaan kunnen afstrepen. Dus ik ben benieuwd. Rondom dit is het moeilijk om van tevoren te zeggen wat je gaat afstrepen. Omdat ik niet precies weet hoe en wat nog. Maar ik hoop echt dat we straks wat vinkjes kunnen zetten. Vaarwel, SVH. Hoef ik nooit meer te leren. Bizar. We zijn trouwens ook begonnen met het bijhouden van een urenlijst sinds deze week. Dat hadden we eerst niet. Voor de belasting en voor onszelf. Zodat we ook goed kunnen evalueren wat we gedaan en wat we bereikt hebben. Yo. Hey. In Groningen. Oh, hi. Hi.
Dit is ook super raar om dit te vloggen, zo'n meeting. Maar wel leuk. Ja, ik zat ook, ik durfde er echt niets in te sturen. Die kunst denk, oh my god. Dat ik, je kan dus letterlijk morgen weer opnieuw maken, maar het kost wel geld. Maar ook omdat je het niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor Mel, weet je wel. Voor de zaak wil je het gewoon... Mel heeft hem al gehaald. Ja, heel lang geleden. Zo'n clipboard of zo kunnen we denk ik best wel goedkoop ergens scoren of zo. En wel gingen we ook weer voor een clipboard en niet gewoon voor zo'n houder op tafel. Ik was laatst nog ergens, dacht ik altijd wel makkelijk als je eigenlijk al die kaarten los zo kan pakken. Pak je het misschien sneller dan als het in een clipboard zit, dacht ik nog. Maar en dat was meer omdat ik zei van we moeten het niet op tafel laten staan, want dat neemt veel ruimte in, toch? Een clipboard neerleggen neemt veel meer ruimte in dan één houder neerzetten. Ja, alleen dat clipboard neem je weer mee terug. Ja, maar dat was ook laatst, was ik ergens, was de menukaart was weg. En toen zei ik meteen van, oh, laten we gaan. Maar als je er nog had gestaan, had ik echt nog wat besteld. Ja, maar daarvoor kan je dan die kleine misschien wel op de tafel neerzetten. Ja, maar daar staat niet alles op. Nee, maar dan heb je toch al je hoofdmenu zeg maar gehad. Want de snacks en zo komen er wel op. 5,40 euro, dus dan scheelt het 60 cent per kaart. Ja, het is gewoon, je ziet dat Paramour niet toe als je het lamineer hebt. Dus. Nee, dus dat, ja, dat is... Dus 60 cent. Ja. En er komen nog wel lamineerkosten bij, hè? Ja. Ja, want zelf bestel ik echt sneller als ik even snel de kaart kan pakken. Soms ook zit je eventjes zo'n momentje dat je denkt, oh, ik heb even zin om nog even naar de kaart te kijken. Oh, hey, dit is eigenlijk ook wel lekker. Dan heb je wel 4 losse dingen. Ja, maar dat vind ik niet... Ja, dat is best wel vaak als je ergens gaat eten. Dat is zo'n houder op een losse kaart te staan. Ja, lastig. Dat is meer, zeg maar, als ik die kaart heb gezien, dan weet ik nog van, oh ja, onderaan stond nog iets wat ik lekker vond. En dan krijg ik ineens een andere kaart, ingekort. En dan denk ik, waar is dit? Ik zou dat best wel verwarrend vinden. De avocado show, en daar moest je met QR-code. En ik vond dat, het nodigde me niet uit om nog iets te bestellen. Zo'n kaart vind ik gewoon eigenlijk zo leuk, dat je daar de hele tijd een beetje in neust. Ik ben echt iemand die hem ja, vaak... Ja, jullie hebben dan allebei. Ja. Ja, maar ik ben iemand die hem echt op tafel wil hebben ook. Omdat ik dan nog even kan kijken de hele tijd. Ja, dat je ook kan bestellen via de QR-code. Ja. Nee, dat ging me volgens mij niet doen. Oké, okay. Dus dan alleen menukaart. Dat je hem alleen kan zien. Een proefdruk is 8 euro en dan heb je je hele menukaart in één. Oh, voor 5 dingen? Ja. Oké, okay, chill. Nee, dat is wel beter om te doen. Ja, ik vind dit, maar deze vind ik ook echt nog wel matchen. Ja, toch? En dan denk ik, ja, wat doe je hierin? Ja, is het te saai om de cappuccino's in te doen? Ja, misschien niet. Ja. Het kan sowieso voor lattes en chocomel en zo. Maar de kleur is gewoon, het is gewoon een mooie kleur roze. Ja, dit is het glas. Ik vind hem echt wel leuk. Het was 6 euro voor 3 bakjes. En dan met zwart. En er zit een groen randje omheen. Maar ik vond het formaat dus gewoon heel handig. En hij is zo zwart. Pikzwart. Maar dit vond ik perfect voor dips. Maar weet je wat handig is aan deze, bedenk ik me nu? Met 1 en 2 persoons. Je kan hem makkelijk, als je hem niet helemaal voelt, is het nog steeds mooi, denk ik. Ziet het er niet gierig uit. Ik denk het ook. En je kunt hem ook bomvol gooien. Want het is echt zo'n breed bakje. Dus misschien moet ik hier meer van halen. Maar ik heb wel een leuke theeleverancier al gevonden. En wat daar gewoon heel leuk aan is, is het is thee die je dus zelf vers moet zetten. Dus in een thee-ei of in een zakje. Maar ze hebben echt geweldige theecombinaties. En leuk watermelon, fizz en zo. En dingen met popcorn erin. En echt heel leuk. Bij mij loop jij vast. Oh, maar weet je dat we 3 uur hebben gezeten alweer? Ja. Jeetje, Mina. Gaat snel. Nou, tot morgen. Ja. Tot morgen. Dus dat je vanaf deze kan eten. Een schembershoedje of zo. Dit is op zich wel een bekende combi, hoe lang ik misschien heb. Deze zijn dus al gepaneerd. Dan wordt het een heel gek gezicht. En kijk wat ik van de samenstelling vind. Thee is notendroom. Kijk.